Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Metabots. Metabee version tegen Rakushop version met Jordi van The Supply Guys. Ja, ben ik aanwezig? Jij bent aanwezig. Oh, ik ben aanwezig, oké. Okay. We hebben een soort van cheat aangezet. Dat is niet heel aardig, maar dat hebben we het wel gedaan. Het is namelijk zo... ja? Oh, we hebben alle parts... gefixt. Alleen ik merk dat ik dit nu weer opnieuw moet doen. Ah, ik moet alles helemaal... Hij saved het niet eens. Oh, dat is niet netjes. Wat? Nou ja, ga jij maar gewoon lekker verder. Ik zet hem er nog wel eventjes in. Ondertussen gaat Jordi dus verder. Ja, het is in principe nou niks speciaals. We kijken gewoon even van, kunnen we met deze cheat die we nu hebben... Voelt het nu aan alsof wij daadwerkelijk iets aan het doen zijn? Ja. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste op dit punt. Niet zo van, oké, alle cheats staan aan en we breezen nou door de game heen. Want dat hebben we al gemerkt, zo werkt de game niet. Nee. Nee, precies. Want voor mijn gevoel is het net alsof we nog steeds level 1 zijn. Ja, dat gevoel heb ik inderdaad ook. En dat vind ik wel een beetje jammer, maar ja. Het is niet anders als het straks als we straks het idee hebben van het wordt nog. Hoe, nee, dan... ik heb een beter vraag. Hoe heb jij ooit met Justin deze game afgemaakt? Ja, dat weet ik echt niet meer. Want niet om het een of het ander hoor, maar ik heb dan wel respect voor jou en Justin dat jij deze game hebt kunnen afmaken met eerlijk gezegd de dingen die deze game eigenlijk doet. Ja, ja, ik snap waar je vandaan komt. Het is, ik weet zeker dat we het gedaan hebben, maar hoe of waarom, of dat weet ik niet meer. Nee, maar ik kan me ook nog wel herinneren dat ik tenminste één vehicle had toen ik deze game een keer speelde. Volgens mij had ik de bike of zo, of het autootje, ik weet niet meer. Mm-hmm. Dus dat kan ik me nog wel herinneren. Maar ik zit echt zo in van, zaten deze dingen ook in de game? Huh. Ja. Dat kan ik me eerlijk gezegd echt niet meer herinneren. Het probleem wat ik nu heb, dat ik dus geen ideeën... Wacht, rebuild. Hoe... Wat goede dingen zijn. Join the club, dat weet ik ook niet. Ik heb letterlijk maar gekeken van, oké, welke geeft de meeste damage die? Oké. Yo, deze is vet. Ik ga gewoon maar wat proberen, joh. Ja, dat is het allerbeste wat je in deze game toch kan doen. Gewoon proberen, kijken wat doet en een beetje aanklooien. Meer kan je toch niet in deze game, want deze game is over het algemeen toch niet echt duidelijk. Nee, precies. Maar ik heb al een keer over nagedacht. Oké, wat maakt deze game nou zo ongelooflijk moeilijk? Nou, het feit dat alles mist, is al een begin. Yeah. Want ik heb nu, ben nu gewoon met één fight nu bezig. En geen enkele move heeft geraakt. Puur en alleen maar omdat, nou ja, hij miste gewoon. Oké, prima. Yeah. Maar die nauwkeurigheid wordt niet weergegeven. Nee, precies. Dus als er een simpel staat, net zoals met Pokémon. Oké, doet 90 damage, 90 accuracy. Oké, prima. Dan mist het. Hier, ja, succes. Wat het doet, of hoeveel damage het doet, of wat dan ook. Heel erg mooi. Ja, dat maakt. Ja, precies. Het is gewoon allemaal een beetje natte vingerwerk. En dat maakt het wel eens lastig. Ja. En ik denk dat dat het voornaamste is. De rest, de parts zijn hartstikke leuk, hartstikke interessant. Maar. Het is niet zoals. Oké, ik heb nu een Charizard. Wat kan ik deze Charizard doen? Het is meer zo van. Hier heb jij X. Oké, prima. Wat kan ik met X doen? I. Oké, wat is I? Z. Wat is Z? A. Oké. En hoe houdt dit zich tot in verhouding met elkaar? Niet. Geen idee. Oh, oké. Nou, duidelijk. Duidelijk verhaal. Mogen weer T? Ja, mogen weer T. Nee. Oké. Want ik heb nu de Metabot gepakt die ook de final boss is. Ja, nou, ik weet dus niet welke dat is. Ik deed puur op de anime. En ik dacht van, oh, je lijkt op degene van de anime. Alleen een 100 schaal kleine.
Dus ik denk van, oké, waarschijnlijk is die goed. Nou, ik heb hem nu gebruikt in één fight en laat ik één ronde. Ja. Heeft hij maar iets kunnen raken. Voor de rest van de tijd was het alleen maar mis. Oké. Ik heb een of andere gare paard. Ik heb de Medabee, de ultieme Medabee, zeg maar. Ja. En ik heb een of ander groot wit met groen iets. Oké. Normaliter als iets groen is, moet je het weggooien. Ja. Dus ik weet niet wat het is, maar het is waarschijnlijk schimmel. Dus ik zou het even opruimen als ik jou was. Oké, ik ga sowieso al andere bots kiezen, heb ik al besloten. Die paard is een healer, wat vast handig kan zijn. Maar ja, als hij niet geheeld hoeft te worden. Dan hoeft hij niet geheeld te worden. Nee, klopt, precies. Milan. Helemaal correct. Eigenlijk wil ik zo'n destroy hebben. Ik had ook zo mijn idee van dat ik zo'n ook misschien zo'n destroy pakken, maar toen dacht ik zo van, wacht even, destroy is heel handig, maar het zit vaak gekoppeld met metabots die, nou, hoe zou ik het zeggen, niet sterk zijn. Dus als ze gehit worden, ben je ook direct klaar. Ja, dat is waar. En daarom zat ik zo van, weet je wat, misschien doe ik het maar niet. Ja, maar om eentje die bij te hebben, ja, op zich. Mm-hmm. Dus ik dacht van, weet je wat, laat maar. Ik heb nu gewoon Rokusho gehouden. Ook is Rokusho niet goed, maakt me niks uit. Ik blijf gewoon Rokusho gebruiken, want de game heet Medabot Rokusho. Ik ga ook wel weer Medabee gebruiken straks, want de gewone Medabee is beter dan die geüpgrade Medabee. Wat heel logisch is. Maar er staat letterlijk in de naam geüpgrade Medabee. Nee. Waarom is de geüpgrade Medabee dan geen upgrade van de Medabee? Nee. Milan, de game ligt tegen ons. Echt hoor. Voor de zoveelste keer. Zo. Jo. Jut. Nou, het is alweer even geleden dat we dit hebben opgenomen. Ja, klopt. Maar jij was op vakantie. Voordat jij terug was, was jij bezig met Sander om dat even zijn dingen weer op orde te maken. Ja. En vorige week had ik meer zin in Fortune Street dan in Medabots. Ja, ook omdat Harmer was natuurlijk. Ja. Want als Harmer niet was geweest, hadden we wel Medabots moeten doen, denk ik. Dat klopt, ja. Maar ja, het is ook zo. Iedereen heeft nu een andere baan. Ik ben gewoon geïnteresseerd van, oké, wat doen mensen nu? Waar zijn mensen mee bezig? Mm-hmm. Gewoon een beetje interesse tonen in wat de mensen aan het uitspoken zijn. Mm-hmm. Dus zo. Maar ja, geen mensen, alleen Milan. Dus dat doen we met de bots. Geen mensen, maar wel Milan. Milan is toch de Ubermensch? Zeker. Ja, precies. Dan ben je geen mens, dan ben je een Ubermensch. Oh, 130. Nice. 130 HP of 130 damage? Oh, nee, 130 HP. Nou, ik zou echt gaan voor die 130 damage, hoor. Dat zou leuk zijn, ja. Ja. Kijken van wat ze nu iedere keer doen is een soort van rare trap waardoor ik eigenlijk geen normale moves kan doen. Ja, dus, volgens mij ben ik bij dezelfde fight. Zijn dat ook drie dezelfde? Ja, zijn drie dezelfde en het is die baby rubber robo. Ja, daar ben ik ook. En ik ben echt aan het kijken van oké, wat moet ik hiermee? Want ik wil hem best wel raken, maar ja, dan word ik dus geraakt in een trap. En dan kan ik dus weer niks doen. Dan moet ik alleen maar Metaforce doen. Maar ja, ik heb niet zo heel veel Metaforce attacks. Ik snap die hele trap ook niet. Hoe de trap werkt is als jij gewoon een normale attack doet. Mm-hmm. Dan kunnen ze je gewoon
simpel gezegd gewoon de attack erasen. Dus je kan geen damage doen. Oké. En wanneer stopt dat? Nou, ik heb geen idee. Ik wil bijna zeggen niet. Ja, dat gevoel heb ik ook een beetje. Ja, want ik word gewoon, ik kan geen normale attack doen. Het is letterlijk gewoon, doe maar Metaforce. Prima, maar ja. De enige dingen die met mijn Metaforce kunnen doen, is Rakusho en mijn Phoenix. Nou ja. En het enige wat die Phoenix kan doen is burnen, maar die burnen beschadigt geen armen of parts. Nee, precies. Beschadigt wel, maar het maakt het niet kapot. Dus daar heb je gewoon niks aan? Simpel gezegd, nee. En omdat ik ook niet weet... Oké, kan ik nu doen? Nee, weer in de trap. Want, oké, prima. Time's up. Heb ik gewonnen? Oh, nu is de trap gestopt. Ik heb gewonnen. Maar ja, eerlijk gezegd, dat kon ik bijna niet anders. Om een simpele reden van, ik heb hem zoveel geburnt, dat als dingen kapot waren gegaan, of ik hem één hit had kunnen doen, dan waren die parts allemaal kapot geweest. God, zetten ze weer zo'n trap op. Het is irritant. Mm-hmm. Eens even kijken. Siri, hou je cutback, sorry. Siri heeft niks gedaan. Jawel, haar back opengetrokken. Even kijken, Beam Saber. Tenminste. Dat is een beetje het ding. Je hebt nu zoveel dingen, maar je weet niet, nou eerlijk gezegd, niet wat goed is om te gebruiken, want je hebt nu alles al. Wauw, ik doe Metaforce en daarmee maak ik nog niet eens zijn benen kapot. Saber. Decoy crap. Zal ik gewoon auto aanzetten? Even kijken wat er gebeurt. Dat heb ik nog deze serie nog niet gedaan. Mm-hmm. Kan je gerust doen. Ik zit bijna te denken om zo'n trapper zelf te gebruiken. Nou ja, laat ik zo zeggen. Misschien is het niet een verkeerd idee om gewoon drie van zulke dingen te bouwen. En dan gewoon zeggen van, weet je wat, hier. Mm-hmm. Nou, we krijgen meteen een gratis timpad erbij. Hartstikke mooi. Oh? Ja, als je die klaar hebt en je praat met Karin, krijg je een timpad. Mm-hmm. Een vrouwelijke timpad? Mail. Wauw, ik heb al 3 mail. Zegt dat iets over jou of iets over de game? Iets over de game. Waar is de uitgang? Als die onderste damage doet, doet hij ook wel veel damage. Dat is dan wel fijn. Can't get out of here. I want to get out of here quick. God op, maar dat wil ik. Maar er is geen fucking uitgang. Waar is de... Is hier de uitgang? Ja. Daar is de uitgang. Jee. Uitgang. Oké. Nou, voor de rest is hier niks speciaals. En wat hebben we nu eigenlijk daadwerkelijk gedaan, Milan? We hebben alles bevrijd van de Rubber Robo, maar... Nou, wat was het nou nut van dit alles? Dat we mensen gingen bevrijden van de Rubber Robo. Ze zien eruit als een stelletje incompetente mensen, dus waarom is het een groot probleem? Maar elk Pokémon-spel ever. Ja, oké, maar dan kan ik het gebruiken voor experience. Ja, oké. En ik kan zeggen van, hier krijg je parts van. Ja, maar 9 van 10 keer krijg ik dezelfde part, dus daar heb ik ook niks aan. Ja. Nu hebben we sowieso niks meer aan parts. Nee, klopt, maar laat ik ook heel erg zijn, voorheen hadden we ook niet zo heel veel aan parts. Want meer dan van de tijd wilden ze combineren, had je ineens de juiste medal ervoor. Nee, dat is waar. Oh. Ik dacht ervan, is dit een cutscene? Moet ik op dingen wachten? Oh nee, ik moet gewoon naar beneden lopen en dan klaar. Poeh,
Ik moet zeggen, ik heb me wel vermaakt met Fortune Street. Ja, het is een soort van Mario Party, hè? Ja, maar wel anders. Ja, hier heb je niet mesh, hier heb je, oké. Okay. Ja. Als ik dit huis verkoop, krijg ik 10.000 euro. Maar als ik dit huis verkoop met deze stoks erbij, krijg ik 20.000. In de lange weg is dit misschien handiger. Maar ja, dan moet ik wel voor zorgen dat Ham dit huis koopt. Want als Ham dit huis niet koopt, dan heb ik een probleem. Ja. En het is... Er is één game die nog makkelijker content is, maar Fortune Street is ook heel erg makkelijke content. Wat is nog makkelijker dan? Dokapon Kingdom. Ja? De game werkt met een weeksysteem. En als je van iedere week nou gewoon een part maakt, heb je gewoon een part van 7 minuten. Ja, maar 7 minuten, dat moet je ook niet willen. Dat is veel te kort. Nee, maar het is wel makkelijker content. Ja, dat is waar. Ik zeg niet dat het lang is, maar het is makkelijker content. Dat is het zeker. Zo. Nou, we gaan weg. Gaan we naar... Nou ja, we hebben weer een quest gedaan. Dus waarschijnlijk kunnen we weer een medal oppakken. Wat denk jij? Dat zou zomaar eens kunnen. Was jij ondertussen al klaar met die baby of niet? Nee, want ik heb hem op auto gezet. Maar het duurt allemaal fucking lang. Oh. Ja. Yeah. Hey Nando, welkom bij de Metabot-serie. Ja, ik had al zo'n idee. Ja, dat komt wel goed. Aan je paraplu. Hij zit ook niet in de recording booth, hè? Daardoor ontstaat die verwarring. Oh, inderdaad. Zitten we dat normaal eigenlijk wel? Nee. Oh. Heel zelden zitten we erin, maar... Ja, dan zijn we andere dingen aan het doen. God, er is een medabot dood, hoor. Jezus. Oeh, ik heb een chameleon. Chameleon. Maar volgens mij is dit al een... Nee, we hebben alle parts al, dus ik weet niet of dit eronder valt, ja of nee. Denk het wel. Nou ja, dan heb ik een chameleon met een bot gemaakt. Yay! Okay. Wat duurt het allemaal lang, Jordi? Kan ik niks aan doen dat de game zo gigantisch kloot is, Milan? Dat is waar. Ja. Oké, fuck it. Ik zie nog geen trigger. Ik dacht van, misschien kan ik hem oppakken. Nope. Oké, prima. Dan gaan we even save. Misschien heeft het... Die andere dame iets te zeggen, wie weet. Nou, misschien ook niet. Heeft ze wat te zeggen? Niks speciaals, soort van rare animatie speelt nu. Okay. Nou. Waarom kunnen ze niet gewoon allemaal naar de uitgang in één keer lopen? Omdat een stelletje idioten zijn. Ja, dat blijkt. Oké. Ik weet gewoon niet zo goed voor welke bot ik moet gaan. Ja, dat weet ik ook niet.
Deze ga ik gebruiken de volgende keer. Ja? Ga je die gebruiken de volgende keer? Die ga ik gebruiken de volgende keer. Oké. Ik ben zeer benieuwd. Kaiba-boy. Kaiba-boy. Ja. Kan ik gewoon naar buiten lopen? Ik kan gewoon naar buiten lopen, ja. You can't get out of here. Hier misschien? Dan? Ja, dat bepaal ik zelf al, hè. Hey. Karin, waar is Karin? Links bovenin. Vermoeiend. Bitch, geef mij een timpad. Nee. Geen timpad voor jou. In plaats daarvan krijg je een medaille. Wat voor medaille? Een medaille waar niks aan hebt. Een rubber robo medal. Oh. Dat is praktisch. Ja. Een mail timpad. Oh, die had ik nog niet. Oh, wat vriendelijk. Dankjewel dat je zo aan me denkt. Oh, dit is weer zo oneerlijk. Wat is er oneerlijk? Eén zo'n medderbot heeft weer die bananenaanval. De bananenaanval, kaboom. Where were you? Nou, ik was mensen aan het redden, terwijl jij weer niks deed, Erika. Je vuile bitch. Erika, wat doe jij in je vrije tijd? Want jij bent toch een journalist. Waarom ben jij niet waar journalisten moeten zijn? Op de brandstaap. Oh. Dat mag ook gerust. Daar heeft ze volgens mij net zoveel nut als normaliter. Want meer dan van tijd is ze er niet. Mm-hmm. Of hindert ze ons meer dan dat ze daadwerkelijk werk doet. Dus in dat opzicht mag ze gerust op de brandstapel staan, ja. En is dat niet eens flauw bedoeld naar Erika toe, maar gewoon het feit dat zij niks doet. Mm-hmm. Ja, Ikki, ik wil graag dat je meegaat naar het attractiepark. Oké, leuk, gezellig. Oké, Ikki, heb je met het bot tournament. Ik zie je over 10 uur. Maar jij wilt toch met mij mee? Nee? Oh, oké. Super logisch, Erika, hè? Yeah. Super logisch. Wij nette vrienden zijn, wij komen daar naartoe. Wij willen graag met Erika dingen doen en loopt Erika zelf weg. Ja. Ja, zo is Erika. Erika is zo'n vuile bitch. Wie zijn dan de slechttrikken, wij of Erika? Erika. Precies. Daar is nooit twijfel over geweest. Moet je gewoon meteen uit het pretparklandje lopen? Ja, gewoon direct uit het pretpark, ja. Het wordt inmiddels is het de co-op geworden in plaats van een versus. Nou, Milan, was het dat niet eigenlijk al vanaf part 1 toen ik iedere keer een rondje ging moest lopen tegen die kat? Jawel. Volgens mij is het sindsdien al een serie geworden waarin we elkaar helpen. Het hele idee van versus is meer zo van, oké, wie loopt nou even voor? En soms hebben we een speciale gast als Nando erbij. Ja. Ik moet wel zeggen, hoe kunnen ze die cutscenes allemaal maken? Hier, nu lopen 5 mensen die kutboot uit. Ja. 6 mensen. En dan moet je allemaal omste beurt kijken hoe ze weglopen. 7? What the fuck is dit? Gezellig, toch? Ze zijn gewoon heel erg gefocust op het maken van een hele goede game. Kunnen hun toch niks aan doen? Ja, ondertussen heb ik de meest verkeerde medderbot hier ooit neergezet. Ik denk als ik mijn broek op mijn enkel zou hebben, dat ik nog steeds sneller zou zijn. Oké. Okay. Jezus man, deze is zo traag. Ik ben in de lab. In de lab moest je ook wat doen, toch? Ja, je moet even praten met die mannelijke professor. Want die heeft dan jouw medderbots. Die medderparts die je hebt verzameld op, nou ja, dat, ik noem even maar zeemerminnen eiland. Ja. Die heeft hij gerepareerd. Ah, oké. Okay. En dan krijg jij een chameleon. Kamer? Ja. Dus alleen de vraag, heb jij een chameleon part? Even I can't fix
meta parts that fast. Oh. Wat een hater. Echt een hater, echt. Nou. Het is dat ik de muziek steeds, nog steeds goed vind, want anders was het echt ruk. Nee, onthoud jij en ik doen alleen maar slechte games, hè? Ja. Lol. Ik kwam bij je ouders zo thuis. Ja, ik ben net gebeld door professor Huppel de Pup. Je meta parts zijn klaar. Maar net zei hij dat hij nog niet klaar was. Ja. Zo van, je moet precies die flag hebben om het te triggeren. Maar dat is met Pokémon ook zo, hè? Alleen in Gen 1 niet zo, want in Gen 1 kan ik doen wat ik wil. Jij maakt het verschil. Pokémon. Nou, ja. Oké. Ik ga voor de lol... Ja, jij loopt gelijk met mij, hoor. Dus zo verschoen ze niet. Ik ga voor de lol even kijken. Kan ik iets nieuws kopen in de shop? Ik moet wel eerlijk zeggen, ik beschouw dit ook niet meer als een versus. Ja, is te lang niet meer. Nee. Nou, het zal jou niet verbaasd... Hij durft ook nog te zeggen... Oh, je hebt me laten wachten. Wat een vuile bitch. Nou, Milan, ik heb slecht nieuws voor je. We hebben niks nieuws in de shop. Wat slecht. Oh mijn god, er is wel een renknop? Dat is A, gewoon A inhouden. Dat was het eerste die dat ik mee kwam, part 1. Echt? Ja. Ik heb dit hele tijd zonder renknop gedaan. Dat is niet goed. What the fuck? Is het jou nooit opgevallen? Ik dacht dat je alles terugkeek. Nee, niet alles. Oh mijn god, dit scheelt zoveel. Dan had ik nu al zo ver voor gestaan. Leugens. Dat zijn geen leugens. Leugens. Als ik alles wil kunnen rennen. Nee, dat is niks. Big City, kaboom. Waar de fuck moet ik naartoe? Ik heb zo'n Rubber Robo battle. Ik heb een hele goede vraag. Waar de fuck moet ik naartoe? Ik ben in een gigantische ding, maar ik heb geen idee waar ik naartoe moet. Ben je wel in de stad al? Ik ben in de stad. Ik ben in Metropolis. Oké, dan zijn we net zover, want ik weet ook nog niet wat we nu vanuit hier moeten doen. Oh, hier kan je linken. Nou, dat hoeft niet. Nou, ondertussen lopen we helemaal mooi door. Wauw, dat je kan rennen, joh. Dit speelt meteen ook een stuk beter. Wat een goede game. Leugens! Dat waren wel leugens, ja. Hey, dit... Ah, oh, fuck. Nu moet ik met haar vechten. Eindelijk een keer weer eens een andere tegenstander. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Ik vecht nu tegen de exact dezelfde persoon waar ik de afgelopen 10 parts al tegen heb gevochten. Hier, schoten op je gezicht. Zullen wij de aflevering zo beëindigen? Jij had er tijd bij, dus als jij zegt ik word de part beëindigen, bouw je enig hier de part. Oké, maar ben jij er ook? Ja, ik heb een fight tegen een random persoon, dus mij maakt geen klote uit. Oké. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vind je het nou trouwens leuk dat mijn gastje helemaal kapot wordt gemaakt? Doe dan een duimpje omhoog en dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.